De gemeente Beuningen gaat de Wilhelmina-laan opnieuw asfalteren. Tussen 23 april en 2 mei wordt de straat onder handen genomen en in die weken is de belangrijke hoofdweg slecht bereikbaar. Er wordt gewaarschuwd voor extra reistijd en op de website van de gemeente zijn omleidingsroutes gepubliceerd. De herstelwerkzaamheden worden in 4 fases uitgevoerd. De rotondes Leigraaf, Julianaplein, Gerardslaan, Kerkplein en Van Heemstraweg worden in toerbeurt aangepakt. Nadat de wegen op 2 mei zijn vernieuwd, zijn deze weer bestendig tegen de duizenden auto's die daar dagelijks overheen rijden.